Vaak wordt ook gedacht, wat van ver af komt, dat is beter. Ja, en dat viel toen nog al eens een keer tegen. 170 meter. Meer niet. De afstand tussen het huis van Albert Jurgens in de Antennestraat en Stadion De Luiten. Ik ben Albert Jurgens, ik ben 30 jaar. Ik voetbal 25 jaar bij RMC. En ik hoop dat ik een goed en sportief seizoen draai. Kalsdonkser dan Appie worden ze niet geboren. Albert Jurgens. Net voor dit duel in de bloemetjes gezet, omdat je 250ste wedstrijd speelt, dus knap binnen. Weinig mouwen, maar ze wel opstropen. Jurgens. Hij speelde op bijna elke positie. Jurgens, rechter vleugelverdediger. Als hij maar een shirt van RBC aan kon trekken. Hij speelde onder Hans Verel, Epi Drost, Cor Pot, onder Wally Jansen en Wim Koevermans. En altijd bij RBC, onder in het betaalde voetbal. Balbezit Jurgens. In 86 had hij Van Basten in zijn broekzak. De hele Antennestraat was erbij. Daar met talrijke spandoeken. Voor Appie. Het einde was een stilte. Het deed een beetje pijn. Maar het kwam toch weer goed. Want je kan een kalsdonker wel uit RBC halen. Maar RBC niet uit een kalsdonker.